Maria Carré is aangeklaagd door haar eigen zus. Alison eist ongeveer €1 miljoen van de Amerikaanse zangeres, omdat die er met haar nieuwe boek voor heeft gezorgd dat Alison nu in intense emotionele wanhoop verkeert, meldt de BBC. Tekst gaat verder onder advertentie in het boek De Meaning of Maria Carré, dat in september uitkwam, schrijft de zangeres over het gedrag van haar oudere zus Alison. Zo zou Alison haar 12-jarige zusje aangezet hebben tot seks. Ook zegt Maria ernstig verwond te zijn door haar oudere zus. Alison ontkent alle aantijgingen en zegt dat Maria geen bewijs heeft om deze ernstige beweringen te onderbouwen. Alison eist nu een schadevergoeding voor de harteloze, wrede, wraakzuchtige, totaal onnodige openbare vernedering. De aanklacht is maandag ingediend in New York. Buzzelets blokkade.